Bij de voortzetting van de behandeling van de Milieuraamwet in de Nationale Assemblee gisteren hebben diverse parlementariërs de regering gevraagd hoe bepaalde milieuvraagstukken opgelost zullen worden. NPS-parlementariër Patricia Etnel haalde aan dat er drastische maatregelen getroffen moeten worden voor de milieuproblematieken waarmee we nu kampen. Ze vinden dat de regering met een plan moet komen, omdat deze problemen in de komende 2 jaren niet door de Milieuraamwet opgelost zullen worden. Mahinder Yogi wilde weten wat de regering zal doen om te voorkomen dat het land verder vernietigd wordt door de vele hout- en goudconcessies. Die wet zal sowieso voor de komende 1, 2 jaren niet goed werken, omdat er zoveel huiswerk nog gedaan moet worden. Ik wil toch weten, heeft de regering nagedacht hoe zij de grote milieuvraagstukken die er nu spelen, zullen oplossen? Heeft de regering een beleidsplan of een beleidsstrategie om de grote milieuvraagstukken die er nu spelen op te lossen? Want we moeten over één ding eens zijn. Als er bepaalde maatregelen niet worden getroffen met betrekking tot die grote problemen die zich nu afspelen met ons milieu, dat we grotere problemen zullen hebben voor de komende generatie, nu reeds al. En de vraag is, wat gaat de regering nalaten om te doen om het probleem te verergeren? En ik geef u een paar voorbeelden, voorzitter. De wijze waarop rondhout wordt gekapt in het land, de frequentie, de vernietiging van ons bos, voorzitter, daardoor. De vernietiging van ons bos door de uitgifte van talrijke goudconcessies, voorzitter. De onmacht van de regering om controle uit te oefenen op de houtconcessies, op de goudconcessies. De wettelijke regelingen die er daartoe bestaan om daarvan toetsing en toepassing te eisen, de naleving, voorzitter. De regeringscoördinator Suharto Mustaja erkende dat er nog veel werk verzet moet worden als het aankomt op het milieuaspect. Volgens hem is de Milieuraamwet een stap in de goede richting. Zonder duidelijke wetgeving kan je wellicht sommige zaken niet adequaat handelen. En dat is juist een van de grondslagen van deze raamwet, dat je inderdaad dat beleid niet alleen maar voorhoudt, uitstippelt, maar dat je dat beleid, zeker milieubeleid, dat je dat comprehensief. Dat regadeert niet altijd één ministerie. Bovendien, het is ondergebracht bij het kabinet van de president. Het is weggehaald van het ministerie van ATM toen. Veroorloof me de vrijheid dat wij met z'n allen dit vraagstuk milieubeleid hebben omarmd. Zeker de internationale ontmoeting in Paramaribo geeft al aan welke inzichten we niet alleen maar hebben, maar welke belangrijke rol wij spelen met het milieu, met name met ons bos op deze aardbol. En ik denk dat wij een lang gekoesterde wens nu in vervulling zullen laten gaan door die Milieuraamwet te hebben. Maar we zijn nog niet echt begonnen met de politiek in zaken climate change. Dus met andere woorden, we hebben nog heel veel te doen, maar we zijn begonnen. En laten we eerlijk zijn, het is in deze zittingsperiode dat uw college een duidelijke stap neemt en een poging onderneemt om inderdaad dat te hebben. Mustaja sprak gisteren in de Nationale Assemblee bij de voortzetting van de behandeling van de Milieuraamwet die vandaag verdaagd is naar dinsdag 24 maart.